is hier een gedoe, hè. Het wordt tijd dat die lift gemaakt wordt. Oh, maar dat is toch goed voor de conditie. En ik wil niet opdraaien voor nutteloze kosten. Nutteloze kosten? Weet jij wat dat is? Dat gesleur met die boodschappen elke dag? Oh, maar dan zijn ook ik die heb tegengestemd tegen de vernieuwing van de lift. Wat blieft? Jij denkt ook alleen maar aan jezelf en vuil en die kosten. Dat was alleen maar beter tegen mij met een borrel. Zeg jongens, zal het gaan, ja. Ik heb de lift juist gerepareerd. En je moet niks betalen. Het geld komt uit het reservefonds. Wil ik u even helpen, mevrouw? Ja, graag, meneer. Samenwonen is niet altijd evident. Bewoners en verhuurders hebben naast gemeenschappelijke vaak ook eigen belangen en dat kan voor conflicten zorgen. Met de nieuwe wet rond mede-eigendom wil ik deze conflicten proberen te vermijden. Vanaf 1 januari kunnen noodzakelijke werken aan een appartementsgebouw niet langer worden geblokkeerd door een kleine minderheid van mede-eigenaars. Bovendien zullen eigenaars door de aanleg van een reservefonds niet meer worden verrast door onverwachte kosten. Samenwonen wordt zo nog aangenamer voor iedereen.